Yo mensen, Kroon keer en vandaag zijn we terug met City Skylines. Ja, we zijn weer terug in onze mooie, prachtige wereld met onze hele vele flatjes. Holy shit, dit is druk, hé. Moet je kijken, man, wat er een verkeerde staat en wat hier allemaal rijdt, joh. Het ziet er wel gaaf uit. Dus hier zo kijkt, zo in zo'n stad. Alleen maar huizen. En hier hebben we natuurlijk alle kleine huizen staan, waar het dus net iets minder druk is. En de vorige keer zijn we heel erg veel bezig geweest met het verkeer. Nou ja, we hebben natuurlijk nog steeds een groot verkeerprobleem met die snelwegen hier. En wat we dus kunnen doen, is misschien een shortcut maken. Zodat we die mensen hier niet op hoeven te doen, maar dat ze gewoon vanaf hier daarheen kunnen rijden. En dat wil ik dus eventjes gaan proberen nu. En het is misschien wel weer een hele domme set van mij, maar ik sta erom bekend dat ik altijd alles verkeerd doe. Dus ik ga het gewoon lekker allemaal verkeerd doen zo. Kijken, zo kunnen we hier naar de overkant. Yes, we can. Oké. Dan wil ik hier zo overheen. En dan kan ik hier niet overheen. En misschien als ik dus hoog genoeg ben, wel. Zo. Oké, dit wordt een hele flinke joekel. Ja, laat hem gewoon naar beneden gaan, hier zo. Zo, en dan zo. En nou hoop ik dat mensen zeggen van, hey, ik ga deze snelweg hier pakken en we krijgen hier een lekkere warboel, wat ik super vet vind natuurlijk. En dat die mensen dus niet allemaal, want ik zie dat heel veel mensen hierheen willen gaan. En misschien kunnen we dat daarmee nu gaan verminderen. En ik kan nog een afslag extra bouwen hier. Gewoon omdat het leuk is. Zeg maar hier zo, kan dit? Kom op, ja, nee, oh, ja, dit kan. Nee, dit kan niet, zo kan wel. Oké. Laten we even met bochten doen, want anders wordt het niet zo mooi. Zo. Zo. Kijk eens even aan. Zo kunnen dus mensen gewoon heel veel afslag pakken. Je ziet al dat vrachtwagens deze weg pakken. Nou hoop ik dat dit dus nu gewoon wat rustiger gaat worden en dat we het wat meer verdelen. Hey, verdelen. Wat een woord, jongens. Hey, verdelen. Als je erover nadenkt, verdelen. Best wel een apart woord. Maar best wel leuk. Kijk, en nu pakken die mensen dus ook gewoon, hoop ik, hier zo wat vaker de weg die hier zo heen moeten. Laten we het gewoon eens even doorspoelen en gaan kijken hoe dat in de toekomst gaat lopen nu. Hier is nog steeds een grote drukte, omdat we gewoon deze mensen hier allemaal hierheen willen. Dus wij moeten er wat gaan verzinnen dat hier zo gewoon de mensen de snelweg hierheen pakken en meteen hierheen kunnen. Want hier al hebben we gewoon dat punt dat al die auto's op dit kruispunt komen. Dat is gewoon kak. Dat is gewoon letterlijk kak. Deze gaan we legen. Deze gaan we legen. En dan moeten we er eigenlijk wat nieuws voor terugbrengen. Eens even kijken. We hebben op zich aardig wat monies. Dus ik wil wel meteen weer garbage hebben natuurlijk. Dus laten we gewoon deze hier plaatsen. Zo. Twee erbij. Hoppatee. En maar knallen. Nou zie ik dat deze mensen hier ook dus deze snelweg meer gaan gebruiken en dat het hier vloeiende doorloopt. Je ziet hier geen file meer. Dus ga kijken. Het loopt vloeiende door. We hebben dus alleen hier nog een knelpunt. Maar ja, hey, dat is even niet anders. Nou zullen we kunnen zeggen dat we hier zo een weg zo daarheen kunnen laten gaan. Zodat we op dit kruispunt misschien wat minder plek hebben. Maar even kijken wat deze auto's gaan doen. Want die willen hierheen. En deze afsluit. Nee, die willen allemaal hierheen. Dus ik denk niet dat dat heel veel nut heeft. Maar deze snelweg is zeker weten een goede set geweest. Je ziet gewoon dat deze mensen hier allemaal dit pakken. Wat zeker weten goed werkt. Alleen dit kruispunt is dodelijk. En iedereen wil hier ook gewoon afslaan. Dus dat is gewoon een beetje kak. Maar hey, als deze mensen hier nou heel veel hierheen willen, dan kunnen we misschien hier ook nog eentje eerder gewoon al de afslag maken. Laten we hier ook gewoon nog ook zeggen van we kunnen hier al meteen rechtdoor. Zo, gaan we hier omheen. Gaan we hier omheen. Zo daarheen. Oké, misschien kunnen mensen nu ook die afslag pakken in plaats van hier. Dat we daar toch weer wat verlichting in brengen. Gaan we even kijken hoe dat eruit gaat zien. Oké, we zien heel veel afvalbusjes. Heel veel mensen die willen dat afval hierheen brengen. Nou, zouden we kunnen zeggen dat we hier al een weg zo maken die hierheen gaat. Zodat we daar ook gewoon dat drukke punt niet hebben. Maar dan hebben we hier wel weer een extra stoplicht. Is dat handig? Ik zeg van niet. Ja, oké. Nou, ik laat even voor wat het is. Het is gewoon kak, maar het kan slechter. Hier, kijk, we hebben nu wel verkeer dat dus hierheen gaat. En dan hoop ik ook dat dat alleen die stad in wil gaan.
Oké, okay, ja, dat loopt redelijk goed. Misschien moeten we die stoplichten hier zo... Die staan uit. Oké, okay, we hebben geen stoplichten aanstaan, dus dat werkt goed. Dit loopt ook allemaal goed. Dit loopt nog steeds zo, want mensen kunnen hier al eerder erin. Maar dat hebben we niet meer nodig, omdat het gewoon hier zo op afloopt. Dan hebben we hier nog een drukpunt en hier nog een drukpunt. Maar allee, hey, het is oké. Okay. Dit loopt allemaal wel goed, zo, met die dubbele snelweg. Hier al hadden we dit. Dat loopt ook denk ik wel goed als ik het zo zie. Ho, kijk eens even aan. Ik denk dat we hier nog meer gaan maken. We gaan nog meer van die kantoorpanden hier plaatsen. Dat is een goede zet geweest. We kunnen deze snelle trein hier zo omheen laten lopen en dan ook hierheen laten lopen. Het enige wat we moeten doen is gewoon, we zetten even deze op rustig. Gewoon op rustig. Anders gaat de tijd veel te snel en dan weten we niet meer wat er voor problemen zo meteen zijn. Hier is een afslag. Die kunnen we deze afslag kunnen gewoon zeggen van, nou, dan gaan we ook gewoon vanaf deze afslag hierheen. Zo, hoppa, onze stad in. Dan hebben we natuurlijk dat ze er weer op willen gaan. En dat is ook helemaal geen probleem. Dan gaan we ze gewoon weer, zoals hier, daar hebben. Dat noemen we dan hier ook. Zo, die zetten we daar weer op. En dan willen we ze ook nog weer van hier omhoog halen. Zo. Ja. Oké. Okay. Zo. Dan hebben we dat daar weer een afslag erop. En deze mensen moeten natuurlijk dan die hier al inkomen vanaf hier. Moeten ook vanaf daar hierheen kunnen komen. Dus we moeten nog op een of andere manier een afslag zien te creëren dat ze dan vanaf daar weer hierheen kunnen komen. Oef. Ik maak er weer een rotsoortje van, jongens. Het is weer zover. Nou, weet je wat? Ik hoef het helemaal niet. Ze mogen gewoon alleen van die kant hierheen komen. Dat is beter. Dan gaan we gewoon met een normale weg nu bouwen. En die hadden wij eenrichtingsverkeer, dus dat gaan we dit keer ook doen. Dat gaan we recht doen. Dat gaan we helemaal recht doen. Oké, dus dan gaan we vanaf hier een rechte weg maken, zo. Oké, dan gaan we gewoon zo. En dan gaan we... Nee, we gaan nog even meer rechtdoor hier. Nog meer. Zo. En dan zo, even kijken. Zo. Oké, dit wordt ons kantoorpandengedoe. En dan willen we gewoon nog even normale wegen hier zo hebben. Dat doen we deze. Want die vind ik altijd mooi aansluiten daar. Moeten we er niet te veel van hebben. Dus als we zeggen van we mogen hier al één file creëren. En we mogen hier al één file creëren. Want anders wordt het weer te druk met het verkeer. Deze doen we zo. Appatee. En deze doen we hier. Appatee. En die doen we gewoon zo. En zo. En deze hier gaan wij, want het is dan gewoon een kruispunt. Omdat we hier dan... Nou, dat wordt wel heel druk. Ik ga hier niks doen, want dit is goed zo. Anders wordt het gewoon te gek. Oké, dus dan hebben we hier aardig wat gebouwd. Dit is best wel gigantisch, zeg maar. Dan gaan we hier deze, uiteraard, de pijpjes zo aanleggen. Zo. Hier al een pijpje. Zo. En dan moeten we nog helaas een pijpje hier neerzetten. Dan gaan wij hier al een pijpje leggen. En hier... Nee, oeh, ik pak hem net even te ver. Nou, dan noemen we hem zo. Oké. Kijk eens even aan, jongens. Dit gaat hartstikke goed. Dit loopt als een blokfluit. Zo, ik denk dat dit perfect is. Zo, we hebben alles bedekt. Nou, dan hebben we uiteraard nog stroom nodig. Vanaf hier gaan we die aanleggen naar hier. Zo, en dan gaan we hier oversteken naar hier. En dan gaan we gewoon eerst zorgen dat hier al de eerste kantoorpanden gaan komen. Zo. Zo, een heel klein kantoorpandje daar. Als we dan hier bouwen, dan kunnen we het verder uitbreiden. En dan, nou, dan gaan we de tijd even doordraaien. Kijk, precies daar zo. Kunnen we hier al ook neerplaatsen. Kijk, dit klapt uit de grond, jongens. Dit klapt uit de grond. Het gaat goed. Nou, zo. Heel goed zo. Dit gaat zelfs super zo. Oké, want we hebben hier die brandweer. En die brandweer die kan natuurlijk hier niet komen. Dus we moeten hier wel weer een speciale brandweer voor maken. Maar aangezien we genoeg verdienen, kunnen we dat denk ik wel gewoon doen hoor. We doen gewoon dit zo even uitbreiden. En dan doen we ook nog even een stuk winkelcentrum hier zo plaatsen. Die komt daar. Ze moeten ook naar de winkel kunnen natuurlijk. En we hebben nog eventjes wat leuke natuurplekken nodig. Hier, tennisveldje. Kunnen we dat hele gebied mee bereiken als wij hier dat tennisveldje neerzetten, hè? Dus die komt daar. Mooi tennisveldje. En dan hebben we nog een leuk parkje.
Die bedekken we ook alles mee, zodat we die daar neerzetten. En dan doen we er hier nog eentje in de hoek. Zo. Kijk, dan bedekken we dat aardig mooi zo. Zo, die komt daarnaast. Jij bent daar de gelukkige woner. Dan trekken we wat meer mensen erheen, weet je. Als we wat parkjes bouwen en zo, dat vinden de mensen fijn. En je ziet ook, er wordt meteen goed hard gebouwd. Stroom is geen issue, zo te zien. Dat loopt perfect. Alleen deze heeft hier al een probleem. Maar dat gaan we hem nu verhelpen door dit gewoon stroom te geven. Zo. Zo. We knallen dit gewoon even helemaal vol zo. Hoppatee. Hoppatee, hoppatee, hoppatee. Nou, we zien wel hoe dit gaat lopen. Er is nu nog even geen stroom. Maar dat zal snel genoeg opgelost worden. En dan krijgen we ook heel veel verkeer weer hier op deze snelweg. Die mensen kunnen gewoon naar huis. Ik denk dat we deze misschien beter terug kunnen laten lopen. Wacht heel even. We gaan deze snelweg. Die komt hier zo. We hebben die daarheen lopen. Maar ik denk dat we beter deze gewoon zo kunnen laten lopen. Aangezien we toch hier niet zitten. Is het misschien wel handig om dit gewoon op deze manier te doen. Zo. Zo. En dan gaan we gewoon hier zo op aansluiten. Zo. Zo. Is dat gewoon de snelweg die daar komt. Oké. Dan kunnen we deze hier weghalen. Ik heb geen vertrouwen in deze. Zo. Het regent, dus we zien het niet zo goed. Het zicht is erg slecht. Maar ja. Het komt erop neer dat dit in ieder geval weer big business is, jongens. Het loopt alweer als een zonnetje met een trein boven water. Zonnetje met een trein boven water. Nou ja, laten we het maar gewoon zo noemen. Goh, die regen is irritant zo met de ochtendzon, zeg. Nou ja, we hebben hier wel heel veel mensen die overleden zijn. Dat is geen goed teken. Nou kan het zijn dat deze mensen gewoon helemaal vol zitten, gewoon. Maar laten we nog even een paar van deze mooie huizen erbij bouwen. Die hebben hier ook helemaal niet veel van deze. Dus ik wil er eigenlijk nog even eentje ergens bij zetten, zo. Zo. Kijk, dat is misschien niet heel goed, maar toch, mensen worden er blij van als die er is. Dus laten we het maar gewoon doen. Laten we dat maar gewoon hier zo plaatsen. Ja, weet je, ik zet hem gewoon hier neer. Dan maar even iets meer in de industrie daar. Zo, die mensen worden er hartstikke blij van. En de mensen die overleden zijn, moeten ook een plekje hebben natuurlijk. Hè? Die kunnen we niet achter gaan laten. Nou, dit gaat lekker zo. Dit gaat meteen ook een stuk naar beneden. Dan hebben we nog meer winkels nodig. En ik heb het gevoel dat we dit gewoon gaan uitbreiden, omdat we dit toch al hebben. Maar is het een goed plan om dit zo groot te maken? Ja, dat weet ik niet. We krijgen wel een gigantisch drukke straat dan hier. Maar dit is nog allemaal vrij rustig. Dus het zou in principe mogelijk zijn. Laten we gewoon eens gaan kijken. Want als wij dit hier zo... Laten we dit gewoon recht. Oké, dit gaan we gewoon recht bouwen zo. Waarschijnlijk krijgen we verkeersproblemen. Die kunnen we dan ook weer oplossen. Dus op zich vind ik dat helemaal niet zo heel erg. Dat vind ik wel leuk. Waarom is die niet... Ah, kak. Waarom is die nou niet gewoon mooi recht gegaan? Zo, slopen. En nog een keer. Kom op, nu goed. Hij liep niet, naar mijn mening, mooi. Loopt deze wel mooi. Ook niet naar mijn mening super recht, hoor. Maar ja, laten we het dan maar gewoon op deze manier doen. Zoals ik denk dat het mooier is. Zo. Yes, oké. En dan deze nog hier aan het eind. Zo. Nou, dan hebben we dat aardig vol geplaatst, zo. Laten we deze weg hier zo langs lopen. Oké, dit moet even gesloopt worden. Dit moet even daar nader op inplaatsen. Dit wordt namelijk echt een gigantische upgrade natuurlijk voor ons hele gedoe hier zo. Nou, dit moet even ook gesloopt worden. Het gaat ook allemaal weer net zo moeilijk als het maar kan natuurlijk. Oké, kom op jongen. Oké, nou ietsjes zo. Oké, best. Dan laten we dat scheef lopen. Zo jammer dat dat weer zo moet, hè. Oké, zo. Dan hebben we een gigantische plek erbij. Dit wil ik hier niet doen, dus laten we dit maar gewoon zo kort. We kunnen wel hier ook gewoon zo heen bouwen. Wat hebben we hier voor wegen? Hebben we allemaal grote wegen of hebben we gewoon kleine wegen daarin gedaan? We hebben gewoon kleine wegen gebouwd daarheen. Maar we hebben hier ook, je ziet het is gewoon druk. En we willen dit ook allemaal groot hebben. Dus ik doe wel deze wegen dit keer. Sluit die daarop aan? Nee. Oké.
Het is een beetje lastig omdat het schuin is. Dan kun je niet echt een goed plekje vinden om echt mooi te bouwen. Maar dan laten we er gewoon even eentje tussen zo. Oké. Uiteindelijk als hier die gebouwen allemaal staan, dan ziet het er wel dik uit hoor. Oké, zo. Oh, dit gaat perfect zo, zoals. We moeten zoveel mogelijk huizen willen op dit plekje gewoon creëren. Dus we gaan dit ook gewoon helemaal volgooien. Ik wil hier gewoon één grote chaos krijgen. En dan moeten wij daarna alles gaan oplossen. Dat gaat weer leuk worden. Jullie denken, nee, Chrome, please, doe het niet. Nou, het zal wel iets gaan meevallen. We gaan er gewoon voor zorgen dat we dan een snel algemeen laten lopen en al dat soort dingen. Zodat we het alsnog wel goed voor elkaar hebben. Zo, en hier nog één tussenin. Over zo, kan best. Ja, oké. Okay. Dat is een flinke upgrade van ons hele toe wat we aan het maken zijn. Holy moly. Maar ja, het moet er gewoon. Want dat vind ik. Ik vind gewoon dat dat moet. Oké, okay, nou hoop ik dat we deze wel gewoon recht kunnen maken. Yes, we can. Kijk, dit wordt strak hoor. Dit wordt strak. Nee, eentje opzij. Zo. Zo, tot daar. Oh, eentje opzij. Nee, eentje opzij. Nee. Oké, okay, één spatie ertussen. Als dat volgens hier goed is. Nou, oké, dat is prima. Oh, nee. Zo. En, nee, één opzij. Zo. Oké, dit wordt wel een, ik denk een aardig drukke wijk, gok ik, jongens. Ik gok dat dit een relatief drukke wijk wordt. Maar ja, hij... Het hoort erbij. Deze kunnen we nog strakker hierop doen. Zo. En zo. Oké, zo. Deze wil ik wel mooier hebben. Dit is vierkant namelijk. Dat andere liep schuin. Waarom pakt hij niet? Zie je dat? Hij gaat daar heet het daar eentje zo. Ja, oké, nice. Zo. Oh, perfect. Ja, het is even taai allemaal dit hoor, jongens. Dat we even die wegen aan moeten leggen. Maar als we dat zo meteen knallend hebben... Nou, dan wil je niet weten wat er gaat gebeuren. We gaan hier eerst allemaal tuinen aanleggen en dat soort dingen. Dat gaan we even een beetje bekijken hoe we dat gaan plaatsen. En dan wordt dit gewoon de place to be voor alle mensen, jongen. Die willen hier allemaal wonen. Die willen hier straks allemaal wonen. En dit wordt trouwens nog wel een domme wijk. Dus we hebben hier nog steeds een domme wijk wat we aan het bouwen zijn. Maar straks, als we dat klaar hebben, dan... Als we dat klaar hebben, dan komt het goed. Oké, we hebben dus nu dit. En dit is groot zat. Dit stuk laat ik even leeg. We kunnen kijken of we hier al wat anders kunnen bouwen. Maar dan zouden we dit kruispunt ook moeten maken. Ik denk dat dit druk genoeg wordt. Ik heb zo'n vermoeden hoor, dat heel druk gaat worden. Oké, nou, deze laten we tot hier lopen. Zo. Dan gaan we even kijken. Dan hoeven we eigenlijk dit maar één keer goed te doen. Als we dit gewoon één keer nu een beetje goed doen. Laat het maar iets overlappen. Dan kunnen we dan straks... In één keer alles leuk naar de overkant trekken. En dan zijn we klaar. Eentje opschrijven nog. Zo. Kijk, dit is jammer. Dan moeten we er twee doen. Nou, laten we dan ook maar gewoon overlappen. Zo. Als het goed is, als ik deze nu gewoon hierheen trek. Zo. En dan moeten we dit in één keer zo goed kunnen gaan doen. Zo. Zo, kijk eens even aan. Dit gaat nog eigenlijk best wel snel hoor. Ik had gedacht dat het slomer en langer ging duren. Maar op zich hebben we het nog aardig snel gedaan. Zo. Oké, en dan hebben we hier nog een punt. Zo, en het laatste punt. Ja, die komt hier gewoon tussen. Dat is dan een beetje verspilling, maar... We hebben nu veel meer water. Dus daar moeten we wel mee gaan uitkijken. Even kijken, we hebben ook afvalproblemen hier weer. Ik plaats hier ook gewoon nog twee van die dingen erbij. Dus dan kunnen er nog meer afval heen en weer rijden. We hebben hier genoeg water nu. We willen gaan kijken. We hebben heel veel... ze zoeken gewoon heel veel naar dit. Laten we gewoon de middelste stukken... dit gaan maken. Zo, snap je? Waarom zit daar een steen? Dat is echt stom. Maar ja, misschien kunnen ze het weghalen. Oké, dus de middelste stukken gaan we gewoon dit maken. Zo, hoppatee. En dan krijg je... Ja, dat weet je eigenlijk niet gewoon. Ik vind dat wel leuk. Dus maak hier gewoon allemaal winkels. Dit gaan allemaal winkels worden. Ik hoop dat ze hier ook snel genoeg bij kunnen komen. Dat wel. Want ze gaan hier straks ergens middenin bouwen natuurlijk. Let maar op. Oh, hier gaan wij onze winkel plaatsen. Weet je, allemaal achterin. Let op mijn woorden. Ik
Oké. Oh nee, ze beginnen hier. Oké, slim gedaan, jongens. Nou wil ik even gaan kijken naar tuinen. We hebben dit. Laten we er gewoon zeggen dat we er... We plaatsen hier een tuin en hier een tuin. Dan plaatsen wij hier een park en hier een park. En dan doen wij hier een tennisbaan en hier een zwembad. Oké, en dan hebben we natuurlijk nog van die kleine dingetjes hier in de hoekjes. Nou, dan ga ik ook hun gaan we even helpen. Gewoon omdat hier al een beetje dood is. Zo. Nou, dan is dit naar mijn mening een hele mooie plek om te gaan wonen voor de mensen straks. Maar ja, we hebben nog niet zo heel veel vraag naar mensen. Dus we kunnen wel vast even de eerste rij hier ook gaan doen. Wat zit hier nou weer? Steen. Stomme stenen. Maar ja, dat is wel mooie natuur, dus laten we dat maar gewoon even zitten. Zo. Kijk, die mensen die klappen hier toch wel langzaam uit de grond straks, hoor. Let maar op, let maar op. Oké, zo. En dan willen we eigenlijk even dit, gewoon het eerste blok hier. Zo gaan we gewoon helemaal vol ploffen. Wacht even, wat zit hier? Een gigantisch... Oh, dat is van ons. Niks aan de hand. Er zitten af en toe wat stenen hier zo, dus dat is jammer. Even kijken, misschien kunnen we die bulldozen. Als ik hem kon zien. Steen. Oké, wacht. Nice. Dat scheelt wel weer wat gebieden die we hier al hadden. Hier was ook nog eens een stomme steen. Nou, die hebben ze denk ik zelf al weggehaald. Oké, dit is goed zo. We hebben dit aardig mooi zo aangekleed. Oh, onweer erbij ook nog. Ja, ze hebben natuurlijk geen stroom, maar ik gok dat het wel goed gaat komen. Oké, wat hebben we nog meer nodig om mensen heel erg tevreden te houden? Een ziekenhuis. Knallen hier ook ergens een ziekenhuis tussen. Kan natuurlijk weer net niet met de weg. Ai, 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 dat ga je niet mee, nee, joh. Nou, dan geven we gewoon elk dingetje, geven ze een eigen ziekenhuis. Dus hier komt een ziekenhuis. Hier komt een ziekenhuis. En hier komt een ziekenhuis. We geven ze een begraafplaats aan deze kant. En we geven ze een begraafplaats aan... deze kant. Zo. Dan hebben wij nog een brandweer nodig. Dan doen wij een brandweer... hier. Een brandweer hier. En een brandweer hier. Kijk eens even aan, jongens. Kijk, dit wordt een best wel leuk plekje om te gaan wonen, denk ik, hoor. Nou, een politiebureau hier. Een politiebureau hier. En een politiebureau hier. Nou, scholen. We gaan basisscholen plaatsen, meer niet. Hier een basisschool. Hier een basisschool. En we doen hier een basisschool. Not bad, not bad. Oké, ik denk dat dit een aardig mooie plek is om te gaan wonen dan, jongens. Geef even eerlijk toe. Oké, we moeten nou even gaan kijken naar het water. Water gaat nu snel naar beneden, omdat we echt heel gigantisch veel erbij hebben gebouwd. Dus ik ga kijken of ik nog een waterinstallatie erbij kan schakelen. Yes, we can. Oké, very nice. En dan moeten we nog eventjes een dumpie maken, zo. Hoppatee, aangesloten op het water. Gaat hij doen? Ja, hij doet het. Nou, die doen het ook. Top. Nou, dan hebben we natuurlijk nog geen stroom hier, maar ja, dat is logisch. Ze bouwen zo raar. Water moet daar wel zijn, maar dat water is hier of zo mislukt. Zo, nu hebben ze water, toch? Ja, alleen geen stroom. Ja, stroom komt eraan, jongens. Als hun even doorbouwen, dan hebben we dat zo gedaan. Ook zo mooi op een heuvel zitten, dus het ziet er best wel cool uit. We hebben hier al echt een hele flinke partij gemaakt. Nou gaan we kijken naar de verkeer. Ja, dat gaan we wisten we dat ging komen. Dat verkeer, dit gaat echt gigantische problemen opleveren. Nou, wat we nu gaan doen is de stoplichten vast weghalen. Yep. Stoplichten weg. Oké, nou, dan hebben we een kleine oplossing al natuurlijk. Gewoon doordat we al wat stoplichten weg hebben, kunnen ze gewoon lekker doorrijden. Dit moet niet heel veel uitmaken. Dit kan aardig doorrijden. Dus ik hoop dat in de toekomst de mensen gewoon een beetje door kunnen rijden. Anders kan ik altijd nog een snelweg hierheen maken. Dat we de mensen die hier wonen gewoon via de snelweg gewoon laten rijden. Dan hebben we afval. Afval is een groot probleem. Laten we dan hier in de hoek een kruispunt maken. Zo. En nu gewoon hier naast de snelweg gaan wij afval zetten. Kijk eens even aan. Dan doen we even een stroomdraadje spannen zo daarheen. Hoppa, hebben we ook nog weer eens even opgelost. Extra stroom erbij.
Deze heeft water nodig. Zo, alsjeblieft jongens. Laten we dit hele water vast al een beetje bedekken zo. Dat we daar gewoon water in de toekomst ook hebben. Dan gaan we nog even wel de stoplicht hier uitzetten. Want we willen natuurlijk niet dat de mensen hier gaan wachten voor deze vuilnismannen. Zo kunnen de vuilnismannen vol gas hier naar binnen rijden. En dan hebben we hier een heel mooi plekje gemaakt. En je ziet het, ziet er cool uit zo. Met die oranje licht al overal zo. Dit ziet er ook allemaal... Oké, nou hebben we nog metro nodig, oké? We gaan even op pauze zetten. We hebben een metro nodig. Metro, meneer de metro. Hallo. Goedemiddag, ik ben meneer metro. Hallo meneer metro, leuk dat u hier bent. Jazeker. Oké, we gaan een metro hier en hier plaatsen. Hier en hier. Hier en hier. Redelijk op elkaar ingespeeld zo, denk ik. Nou hoop ik dat ik ze op hetzelfde net zou kunnen gaan aanleggen. Dat zou wel heel erg makkelijk kunnen zijn. Maar ja, dat weet je dus natuurlijk nooit. Misschien dat we ook nog een trein moeten aan gaan leggen. Maar dat zien we dan wel even in de toekomst. We laten ze wel eventjes gewoon voor nu hierheen rijden. Hierheen rijden. En we hebben er daar één niet aangesloten. Die pakken we er dus nu mooi bij. Zo. Zo. Oké, zo. En dan gaan wij hierheen. Zo. En zo. Iemand had het ook gezegd in de comments trouwens dat ik één metro niet had aangesloten. Dus bij deze is dat nu ook weer verholpen. Dank u wel meneer voor de tip natuurlijk. Want het is altijd handig om te weten als je iets vergeet. Oké, dan gaan we vanaf hier. Gaan we naar hier. Gaan we naar hier. Gaan we naar hier. Gaan we naar hier. Hij maakt iets een slingerbochie. Geeft niet. Dan gaan wij naar hier. Naar hier. Naar hier. En vervolgens gaan we weer terug. En dan stoppen we ook gewoon netjes bij elke stop weer. Omdat de mensen natuurlijk ook weer fijn naar huis willen gaan. Naar hier, naar hier, naar hier. En pam. Oké, metrolijn is aangelegd. Nou hebben wij nog een treinrails. Oké, eens even kijken. Onze treinrails loopt hier, naar hier, naar hier. Nou is het makkelijk om een trein te gaan leggen. Maar ja, hebben we een trein hier zo lopen? Nee. Wij kunnen zeggen dat we hier een treinspoor gaan neerleggen. Voor de mensen. Stel, we leggen hier een trein neer. Dan moet die trein moet gewoon midden door de stad heen gaan. Dan moeten we daar midden in de stad treinen aanleggen. Is dat handig? Nee. Denk het niet. Ik denk dat we het gewoon met metro's gaan doen even eerst. Ik denk dat dat wel gaat lukken. Oké, laten we gewoon eens kijken hoe dat gaat lopen. We zien het vanzelf. Hiro heeft, die heeft geen stroom nog. Dus daar moeten we natuurlijk wel even heen gaan bouwen met stroom. Maar ja, komt wel goed. Kantoorpanden. We hebben nog meer kantoorpanden nodig, zie ik. Wat hebben we hier zo? Dit staat helemaal vol met kantoorpanden. Ja, we hebben hier ook gigantisch veel kantoorpanden. We hebben geen brandweer. Het is misschien wel makkelijk om even een brandweer te plaatsen hier zo, hè. Oké, laten we even een brandweer hier zo neerzetten. Die kan in ieder geval hier al heen. Ja, nou zitten wij te kijken. En dit is aardig druk al, zie ik. Dit loopt aardig vloeiend door, dat nog wel. En dan hebben we hier al een gigantisch verkeerprobleem. We hebben een gigantisch verkeerprobleem hier zo. Omdat de mensen... willen daarheen. En dan heb ik ook weer zoiets. Laat ik dan gewoon een rechtstreekse baan maken vanaf hier. Dat ze gewoon... daarheen kunnen, weet je wel. Oeh, 36.000. Nice. We kunnen nu een haven maken, gok ik. Ja, oh, nice. We hebben water. Hebben we ook een route? Ja, we hebben een route hier. Als wij hier al... Oké, wacht even. Yes, we want this. Oké, nice. We gaan nu kijken. We hebben dit bijgekocht. Als we hier al naar de route gaan kijken. Oké, deze route kunnen we helemaal hierheen leggen. Nou nee, dat pakt hij niet. Dus als ik hier een route zo leg... Hier zou ik een haven kunnen maken, mooi. Dat daar rotsen zitten, kan hij waarschijnlijk er niet varen. Maar hier kan hij dus wel varen. Ik plaats gewoon deze hier. Deze wil natuurlijk een weg hebben. En ik maak er ook gewoon een grote weg naartoe. Zo. Moet ik hier even overheen zo te zien. Oké, ja, sorry jongens. Het is even lastig. We hebben hier een treinspoor. We hebben nu gewoon een boot, oké? Dat is belangrijk. We hebben een boot. Daar kunnen we heel veel mensen trekken hierheen. Als het goed is. Oké, water heeft hij ook nog nodig. Nou, kom op. Waterbuisje. Een waterbuisje. Hoppatee. Oké, nice. Dan gaan we boten hierheen brengen. En vaak levert dat weer heel veel mensen in het dorp op en zo. En allemaal dat soort dingen. Daarna kunnen we een vliegveld bouwen. Iemand zei ook op een gegeven moment...
komen we bouwen een vliegveld? Ik zeg, ja, komt eraan, maar kan nu nog niet. Oké, dit ziet er goed uit. We hebben hier al alleen natuurlijk nog de metro die niet is aangesloten. Wel, die is wel aangesloten, maar hij heeft geen stroom. Dus dat is de reden waarom die dan niet kan, gok ik. Laten we snel daar stroom laten komen dan. Jongens, kom op, even een beetje doorbouwen hier, oh, hè. Dat zou mooi zijn. Zo. Dat gaat goed zo. Dan hoop ik dat ze daar even door gaan bouwen. En uiteraard hier zo moeten ze ook even doorbouwen. Want even overal waar een beetje... Ja, waar het niet goed loopt, moeten ze even gaan bouwen. Zodat we overal die metro's even aan de praat kunnen krijgen, weet je wel. Dat is wel even handig. Weet je wat, ik ga dit stuk gewoon al helemaal sowieso volgooien. Dan hoef je daar niet meer naar te gaan kijken. En dan hebben we waarschijnlijk een heel veel groot verkeerproblemen daar straks. Maar hey, dat zien we dan wel. Kom wel goed. Hey, we zien het allemaal rooskleurig in. Ai, 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 deze snelwegcombinatie. Ik ben het nu al de weg kwijt als ik er naar kijk. Dat is ongelooflijk. We wilden een weg maken vanaf de snelweg hier naar hier. Als dit gaat lukken, dan kunnen we dat best wel goed verhelpen, denk ik. Oké, laten we gewoon kijken. Want als we vanaf hier... Hier willen mensen daarheen. Oké, wacht. Nee. Zo. Oké, omhoog. Omhoog. Ja, dan moeten we hier aardig hoog gaan, denk ik. Ja, oké. Hoe kunnen we hier al het beste eroverheen gaan? Ja, zo. En dan moeten we dus daarheen klappen als een idioot. Ja, dat is ook een beetje zonde eigenlijk, hè, om dat zo te gaan doen. Wacht even, we zetten hem op pauze. We gaan dit eens even goed bekijken hoe dit gaat doen. We hebben deze snelweg hier, die loopt hier zo. Die loopt een beetje in de weg. We hebben deze snelweg hier, waar de mensen zo gaan rijden. We moeten dus eigenlijk op een of andere manier deze gewoon wat hoger maken. Oké. Dat was geen handige actie. Oké, we gaan dus deze snelweg, die naar hier wil lopen, gaan we gewoon even wat hoger doen. Nee, dus die kan maximaal zo hoog. Oké, die kan dus niet veel hoger. Kunnen we hem onder de grond laten gaan? Dat is misschien nog een veel beter idee. Oké, onder de grond, under the ground. Oké, gaat hij onder de grond zo. Hartstikke mooi. Hier al heen. En weer boven de grond komt hij. Zo. En dan sluiten we hem zo. Met een mooi bochtje daarop aan. Kijk, en nou hebben we hier dus meer ruimte om daar zo heen te gaan met onze snelweg. Dus dan gaan wij vanaf hier. Gaan wij zo. Oké. We moeten hier twee hoog gaan, want anders zit hij te knieren. Jongens, dit is ook weer verschrikkelijk. Oké, nog een keer. Daar gaan we. Hier gaat die ene omhoog. Dat is hoog zat. Kijk. Oké, nice. Dus dit loopt onder de grond door. Dat loopt er overheen. Hebben we alles weer relatief aangesloten. Deze kabel loopt hier gewoon mooi overheen. Die staat op een betonnen paal. Dus dit loopt gewoon zo. Dit is een shortcut daarheen. Zodat niet die mensen allemaal het verkeer hier pakken. Oké, laten we gewoon eens gaan kijken hoe dat gaat werken. Dan hoeven ze niet hier allemaal de snelweg op te gaan. Dan kunnen ze gewoon allemaal in één keer daarheen gaan. En dan moeten we misschien deze hier al afsluiten. Want dit krijgt dan een... Ja, dan krijg je zoveel beknelling. Maar we moeten gewoon even kijken hoe dat gaat lopen. Als dat goed loopt, loopt dat natuurlijk goed. Kijk, de mensen die hierheen willen, die pakken de snelweg gewoon daarheen. De mensen die nu eerder eraf willen, kunnen deze snelweg ontwijken. Zodat we geen file meer krijgen op die snelweg daar. Dat is wat ik wilde. En dat is waar we even een hele poos aan zaten te stuntelen natuurlijk. Ik ben echt een stuntelaar met dit spel. Dat is ook niet te geloven. Ik bak er geen kont van, jongens. Oké, deze zijn leeg. Dus die kunnen we nu gewoon verkopen. Of ja, slopen. Building is nog empty. Oh, hij is nog bezig met empty. Ik dacht dat hij klaar was. Is deze wel klaar? Nee, deze is nog 56% vol. Nou, laten ze dan maar lekker legen. Dit ziet er goed uit hier zo in ieder geval. Genoeg stroom hebben we nog steeds.
We hebben heel veel vraag naar industrie. We hebben natuurlijk een hele hoop domme mensen erbij gecreëerd. Dus we moeten industrie erbij gaan maken. Dat is natuurlijk voor mij altijd een beetje een beangstigend iets. Want ja, als ik industrie erbij maak, krijg ik altijd verkeersproblemen. En verkeersproblemen is voor mij nooit zo'n pretje. Nee, dat vind ik niet zo leuk. Maar ja, je ontkomt er soms niet aan. Ik wil best hier al misschien offices bouwen. Misschien is dat wel leuk om een keer gewoon te proberen. Laten we gewoon zeggen dat we hier ook met de rechte weg gaan we gewoon zo. En dan pakken we gewoon een rechte weg nu. Zo. Oké. Dan gaan we zo. En dan kunnen we hier dit zo. Dit gaan we volbouwen met offices. Gewoon dit stuk. Nee, iets verder terug. Oké. Iets naar voren. Niet te ver. Zo. Ja, dit is genoeg. Niet te veel groen ertussen hebben. En dan doen we dit hier zo. Zo. Ja, twee ertussen. Zo. En één ertussen. Nee, twee wil ik ertussen. Eén terug. En dan doen we deze hier. Zo, en niet daar, want daar wonen allemaal verlepte dingen en zo. Dat willen we niet. En dan hebben we natuurlijk gewoon weer een snelweg nodig die weer terug gaat. Even kijken. Laten we die snelweg dan gewoon... hier doen. Zo. Oké, dan hebben we dat. Dus we kunnen gewoon... doen we terug. Alleen dat, wat hebben we nog nodig hier? Zo moeten we natuurlijk nog weer zo gaan. Laten we onder de grond doorgaan. Dat geeft iets minder chaos voor de mensen die denken van... oh, wel komen, je hebt echt een chaos. Wel even met een mooie bocht zo, want dan ziet het er niet uit. Oké, kijk, dit ziet er al beter uit. Gewoon hieronder, komen ze hierboven, bam, kunnen ze de stad in. En als ze terug willen, gaan ze hierheen. En dan moeten we ze natuurlijk nog een alternatief bieden voor als ze daarheen willen. Kijk, het werkt ook nog. Het gebeurt ook niet vaak dat iets bij mij werkt, hé. Oké, en dan komen we hier al boven. En dan sluiten we hier al gewoon zo op aan. Kijk eens even aan. Dan hebben we hier al gewoon een heel stuk nieuw iets erbij. Oké, gaan we snel water even neerzetten. Zo. Want we zijn alweer een half uur bezig. En mijn eten staat koud te worden. Oké, daar gaan we. Ja, maar geen water. Wat geen elektriciteit. We hebben al elektriciteit zat. Alleen daar heeft hij geen elektriciteit. Dat is een probleem. Oké, we gaan hier zo. Wacht, we kunnen wel wat winkelpanden erbij maken, zie ik al. Nee, even weg. We willen winkelpanden erbij, zeggen ze hier ook een beetje. Dus laten we hier nog even een strook winkelpanden gaan maken. Zo. En hier allemaal kleine winkeltjes. En hier allemaal kleine winkeltjes, dat is wel leuk. Oké. Hier ook komt gewoon dit industrie. Zo. Zo. Maken we even één stukje. Nou, wacht. Maken we even één stukje hier zo met winkeltjes. Zo, gewoon even één winkelstrookje zo. Hartstikke leuk. Dan hebben we natuurlijk een brandweer straks zo daarvoor nodig. Misschien kunnen we een eenrichtingsverkeersweg maken die daarheen gaat. Maar ja, we hebben dit dan wel weer lekker volgebouwd. En nou, ben benieuwd wat de chaos nou weer gaat worden hier zo, weet je wel. Wat gaat de volgende chaos weer ons brengen? Zo, nice. Toppie. Daar gaan we dan. Oké, dit ziet er goed uit. Dit stuk is ook bijna vol. Dit stuk is al vol. Dus het gaat al lekker zijn gangetje, hoor. Zo. Dit moeten allemaal mensen worden hier, oh, natuurlijk. Zo. Knallen we dit even helemaal vol. Zo. Nou, dan hebben we eigenlijk het meeste wel goed volgebouwd hier, oh. Nou ben ik heel benieuwd wat de game ons gaat brengen en ons gaat bieden van wat wij gaan maken. Ik weet wel dat de snelweg nu iets drukker gaat worden weer. En we zouden een metro kunnen maken nog. Zeg maar als wij hier een metrostation hebben. Dan kunnen we die waarschijnlijk wel door gaan leggen naar hier. Dan kunnen we hier even twee metrostations gaan maken. En dat doen we gewoon zo. En zo. En die wil ik eigenlijk hier heen brengen.
moeten vanaf hier. Kan dat? Naar hier. Nee, oké, wacht. Helemaal weg. We gaan een route vanaf hier naar hier. En doen we een route naar daar. En dan wil ik weer terug. Kan dat? Yes, dat kan. Oké, nice. Dus dan hebben we een soort extra route erbij. Voor de slimme mensen die hier wonen. Want hier hebben we slimmere mensen wonen. Gok ik. Even kijken naar mijn boekie. We hebben daar alleen een basisschool staan. Wacht heel even. Dan moeten we eventjes verandering aan gaan brengen, jongens. We gaan eventjes jullie wat slimmer maken hier. Hoppatee. En we gaan dit ook donkergroen maken. We moeten hier al gewoon... Dit moeten we een stuk gaan tunen gewoon. Oké, kunnen we hier nog iets maken dat zegt van... Goh, daar willen we wonen hoor. Come on, please, tell me. Oké, nice. En ik denk dat we deze hele weg geen één richting meer gaan maken. Want dat was helemaal niet nodig. Het is hier helemaal nooit druk geworden, dus... Even kijken, we gaan even deze weg van deze naar upgraden. Wacht, met boompjes, gewoon omdat het mooier is. Gaan we dit gewoon langzaam upgraden. Zo. Ja la la la. Ja la la la. Zo. Kijk eens even aan. We hebben natuurlijk nog wel een soort van eenrichtingsverkeer hier zo, maar nu wordt het wel beter. Met mooie boompjes erbij, dus wat willen ze nog meer? Man, wat woon je hier mooi opeens. Kijk eens even aan. En nu even die scholen die we hier hebben gebouwd. Wow, dat is dik. Die hebben wat meer nut hier ook, weet je wel. En dan wil ik eigenlijk deze gaan verbinden hier, zodat de mensen hier naar school kunnen gaan. Dat kunnen we beter met een kruispunt doen. Een eenrichtingsverkeertje. Gok dat wel zo handig is. Dan kunnen de mensen hier zo vandaan wel naar school gaan. Als ze dan terug willen gaan, moeten ze een andere route zoeken. Daar heb ik gewoon schijt aan. Dan gaan ze met de metro terug. Maar als ze hierheen willen fietsen met de auto, dan kan het. En dan kunnen we hier dus ook gaan knoeien met grotere huizen. Dat we hier al gewoon allemaal grote flats neer gaan plaatsen. Laten we gewoon eens even beginnen met dingen weghalen hier. We gaan deze ronding hier zo, dit. Dit gaan we weghalen. Sorry jongens, jullie moeten weg. Ja, het spijt ons. Oké. Dan hebben we deze donkere. En die gaan wij hier plaatsen. Ja. Kijk eens even aan. Wordt dit eens even dik of wat? We gaan gewoon eens kijken of dit werkt. Of daar vraag naar is. Of mensen dit willen. Maar aangezien we hier toch nu dikke scholen hebben gebouwd. Verwacht ik wel dat... Dat dit wel dik gaat worden. Oké. Maat is er een betere brandweer. We willen hier al gewoon even alles oppompen, jongens. Kijk, we hebben hier één basisschooltje. Daar hebben we er één van. Dan moeten we er nog even een paar extra van plaatsen. Zo. En dan hebben we een medisch ziekenhuis. Daar hebben we ook twee kleine van. Daar gaan we ook nog even een grote van erbij gaan zetten. Waar kunnen we die het mooiste neerzetten? Kijk. Zo. We hebben weer een hoop blije mensen in onze stad. Gewoon hier een dik ziekenhuis neergeknald. Je hebt toch een paar mensen die hier al doorgaan. We hebben hier wel twee kruispunten bij elkaar. Misschien is het verstandig om de kruispunten hier zo even uit te gaan zetten. Zo. Die hebben we even uitgezet. Deze stond al uit. Oké, ook uitzetten. Dan kunnen ze gewoon lekker doorjagen. Die trein rijdt hier omheen. Dus we hebben hier eigenlijk alles wat we willen. We hebben de boot natuurlijk die hier altijd aankomt. Hey boot, hoe is het? Ja, gaat goed man. Ik ga hier al even aanleggen. Krijgen toch weer spullen hier binnen. Misschien moeten we ook nog een ander schip plaatsen. Even kijken. Laten we zeggen, we hadden deze. Want het is toch wel leuk om deze ook dan te plaatsen. Misschien, weet je wel. Oké, die plaatsen we er ook bij. Oké, dat doen we ook gewoon. Oké, wat zit hier nou zo moeilijk te doen? Oké, een weggetje. Zo, kijk eens even aan. Verkeerslichten uit. Zoppatee. Nou hebben we dat er ook bij. Die heeft geen water. Het is weer niet te geloven natuurlijk. Zo, nou had hij wel water. Dan hebben we gewoon twee schepen hier. We hebben verbonden staan. En dan hoop ik dat het wat gaat werken. Je ziet het eerste flatjes hier komen uit de lucht zetten. Het is natuurlijk een beetje een hobbelig gebied waar we leven. Maar we hebben wat meer mensen kunnen we zo creëren in onze stad. Zonder dat we dik hard hoeven uit te breiden. En hier hebben we natuurlijk een gigantische uitbreiding gedaan. Maar ja, ik weet niet of dat ten goede gaat van mijn verkeer. Upsie, poepsie. Hi, hallo. Misschien moeten we weer wat dingen gaan verbeteren nog. Gok ik. Maar ja.
Oké, dit ziet er goed uit. We hebben hier dit... Dit nieuwe idee van mij was echt een goed idee. Jullie zien het loopt echt een stuk beter. Maar dat komt omdat er hier gewoon veel te veel bij elkaar komt. Dus ik ga gewoon hier nu zeggen, deze... Die gaat weg. Dan gaan ze een andere route voor kiezen. Als jij hier vandaan komt en je wil daarheen, dan moeten we gewoon een andere route zien te creëren. Misschien dat we deze naar daar zetten. Ik denk dat dat nog bijna verstandiger is. Dus dan zeggen we gewoon van deze, dat hadden we hier, dacht ik, hè? Ja, die zetten wij gewoon hier zo heen. Even kijken. Zo. Misschien is dat beter. Dan kunnen we ze daar inleiden dan. En dan hebben we hier misschien... Even gaan kijken hoe dat gaat lopen. Als dat te druk wordt, dan wordt het te druk. Maar hier, je ziet het, hier komen drie punten bij elkaar. Dat is gewoon niet goed. Dat werkt gewoon eigenlijk niet. Dus we moeten hier ook dit punt moeten we wat op gaan oplossen. Want dat had allemaal prima gekund als we niet zoveel verkeer hadden. Maar ja, we hebben gigantisch veel verkeer. Maar ja, daar gaan wij gewoon weer een oplossing voor zoeken. Wij gaan gewoon weer zorgen dat dit verkeer helemaal niet meer in de punerie zit. Ja, het is gewoon een beetje lastig hier zo. En dit houdt nu alles op, weet je wel. En dit hebben we hier nu hetzelfde. Dat gaat hier allemaal naar dit punt. Dit punt hier is gewoon erg gewild op een of andere manier. En wij gaan het nu aftakken. We hebben hier natuurlijk drie wegen. Dus we kunnen gewoon zeggen, deze drie gaan daarheen, daarheen en daarheen. En dan zoeken ze daar naar maar uit. Dan krijgen we daar een file. En dan moeten we daar weer een aftakking maken. Moeten we weer een stop van maken. Dat komt helemaal goed. Jullie hebben vast ook nog goede ideeën. Laat die even achter in de comments. Doe het duimpje omhoog als je het leuk vond. En dan zie ik jullie natuurlijk weer bij de volgende City Skylines. Waar we verder gaan prutsen. En dan is de vraag, gaan we... Oh, lekkere poep. Gaan we dit ooit nog goed krijgen, jongens? Gaan we dit stadje ooit nog laten lopen? Ja, tuurlijk. Ik heb er het grootste vertrouwen in. Het ziet er zo mooi uit allemaal. Ik denk dat het helemaal goed gaat komen. Dit is ook een heel klein stadje wat we hebben gemaakt. Dat had makkelijk moeten kunnen. Nee, ik denk dat we dit hier wat gaan bijmaken. En dan gaan we er een nieuwe snelweg langs opzetten. En dan gaan we de mensen alle kanten erin laten rijden. We gaan het doen, maar wel bij de volgende aflevering. Dus een hele fijne dag en tot de volgende keer. Yo, 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 yo.